Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. U heeft zojuist Molen de Walvis bezocht, die net gerenoveerd is. Wat vindt u ervan? Ik vond het heel leuk om te zien. Ja, absoluut. Want ik ben eerder geweest, jaren geleden. En het is heel leuk de nieuwe structuur te zien, wat ze allemaal in de ruimte gedaan hebben. Heel mooi. Ja. En wat vindt u nou het mooiste hier aan de nieuwe molen? Qua structuur en zo en architectuur, dat vind ik wel oud en nieuw, vind ik heel mooi. En glaas en nieuwe huid en dan de oude stenen, dat vind ik heel leuk. Dat is een soort evenwicht. En ik zie dat u ook het een en ander qua producten hier heeft gekocht. Wat heeft u gehaald? Ik heb amandelmeel, dat is pannenkoekenmeel en siroop. Gerst, rogge en mout moesten naar de molens gebracht worden. En van de molens weer naar de bakker, de mouterijen en de branderijen. Bijna heel Schiedam was in die tijd afhankelijk van de jeneverindustrie. Eeuw, wat is die zo hoog? Ja, de stad werd er rijk van, maar ook erg vies. De branderijen die werden gestookt met bruine steenkool. En dikke zwarte roetwolken hingen over de stad. De arbeiders die woonden met hun grote gezinnen in één kamer. En er moest heel hard gewerkt worden voor weinig geld. U heeft zojuist de molen bezocht, die net gerenoveerd is. Wat vond u ervan? Ik vond het heel leuk om hier even in geweest te zijn. Erg leuk dat dat tot de mogelijkheden behoorde. Mocht tot de stelling. En daar even een klein rondje gelopen. Bij deze toch wel frisse wind. Maar erg leuk. Ik zag ook dat het interactief was ingedeeld. Wat vindt u van dat idee? Heel leuk. De film op de molenmuur. Erg leuk, want dan heb je een veel groter beeld als op zo'n klein schermpje. Dus dat was heel leuk gedaan. Film ook leuk in elkaar gezet. En wat er eigenlijk wel uitsprong bij de film, dat waren de dronebeelden. Die waren erg mooi, van bovenaf. Ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtje springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan.